plannen voor Nijmeegse binnenstad bekendgemaakt. Veel animo voor tips om je huis te isoleren. Een aantal woninginbraken in 10 jaar sterk gedaald. Het Nijmeegse stadsbestuur gaat door met de extra investeringen in de Nijmeegse binnenstad. Voor de nieuwe plannen van actieplan Binnenstad van Hartje Nijmegen is de komende jaren 3 ton jaarlijks beschikbaar. Het nieuwe actieplan is samen met bewoners, bezoekers en ondernemers opgesteld. Al deze plannen zullen dit jaar en volgend jaar uitgewerkt worden. Dinsdag werden ze gepresenteerd door de wethouder. We hebben het nieuwe actieplan Binnenstad hebben we gepresenteerd. We hadden eerst een ander actieplan, Hartje Nijmegen, ook voor de binnenstad. Hebben we 50 ideeën hebben we opgehaald. Dat hebben we in 2 jaar tijd hebben we dat uitgevoerd. Vanuit de coronatijd hebben we dat gedaan. En we hebben, het was zo'n succes. En bewoners, ondernemers, bezoekers voelden zich zo betrokken dat wij een nieuw actieplan hebben gemaakt. En het nieuwe actieplan, 18 plannen, die willen we tot uitvoer gaan brengen om te zorgen dat er nog meer verbinding is. Dat we kunnen laten zien dat we een hele sociale stad zijn, dat we een hart hebben voor ondernemers en dat we vooral deze binnenstad bruisend, bloeiend en heel mooi willen maken en vooral met elkaar. Alle burgers konden hun ideeën opsturen. Zo heeft de gemeente heel veel plannen gekregen. Een hele hoop ideeën die waren dezelfde. Bijvoorbeeld de stadshopper, daar vroegen heel veel mensen vroegen daarna. Maar die ideeën hebben we opgehaald online. We hebben hier in deze Marienburgkapel hebben we gestaan om te zorgen en met mensen te praten en ideeën uit te schrijven met elkaar. En we hebben ook nog ideeën van ondernemers hebben we binnengekregen. De wethouder, die vindt natuurlijk alle gekozen plannen goed. Maar degene die mij toch het meeste aanspreekt en die staat daar ook op. En dat is toch het vergroenen van Marienburgplein. Als we nu zien dat wij hier een heel stenig plein hier hebben, met heel veel hoge panden, dan is het heel erg goed, vooral in de zomer, om te zorgen dat we veel groen aanbrengen. A, dat zorgt voor vergroening. Mensen zijn graag in het groen. B, het zorgt voor verkoeling. Alle gekozen plannen gaan uitgewerkt worden. Maar dit gaat de gemeente niet zelf doen. Die gaan uitgevoerd worden door ambtenaren, maar vooral ook door bezoekers en bewoners zelf. En de ondernemers natuurlijk. Want als je goede plannen hebt, moet je ze met elkaar uitvoeren. En in gezamenlijkheid uitvoeren. Dan weet je ook zeker dat ze goed gedragen worden. En als ze goed gedragen worden, betekent het ook dat een goed plan blijft. En dat die doorgevoerd gaat worden voor iedereen en door iedereen. Pak de fiets in plaats van de auto. Maak gebruik van natuurlijke materialen. En produceer minder afval. Een aantal uitspraken die mensen motiveren bewuster met de wereld om te gaan. Als het gaat om duurzaam wonen is het zo makkelijk nog niet. Vooral bewoners van oude huizen hebben weinig grip op hun energiebesparing en isolatie. Jan van der Veerdonk helpt ze uit de brand. Uit de massale opkomst bij zijn informatieavonden is op te maken dat men nog veel te leren heeft. Mijn ervaring als verbouwer van oude huizen in Nijmegen, waar ik in 1982 mee begonnen ben, dus dat is wel even geleden. En waardoor ik dus eigenlijk heel veel ervaring heb op het gebied van verbouwen in oude huizen. Ik kreeg van steeds meer mensen de vraag van kom eens kijken, hoe pak ik dat aan in mijn huis? Wat is de beste manier om dit te doen? En dat werden op een gegeven moment zoveel mensen dat ik dacht van misschien moet ik dat bundelen. Misschien moet ik daar 1 avond van maken. In de wijk Bottenlauw vond gisteravond een informatiebijeenkomst plaats die ging over huisisolatie en energiebesparing. En vooral bewoners van oude huizen komen daarop af, want in een oude woning wordt vaak meer energie verbruikt vanwege een slechtere isolatie. Ik heb alle kieren in de kelder dichtgemaakt en de kozijnen afgeplakt en ik zit nog steeds in de kou, dus dat is de oorzaak niet. Nou, misschien een deskundige daar eens een keer naar kan kijken van ja, wat is nou handig om te doen, de tochtstrips vervangen, die zitten er al een hele tijd. Ja, de kozijnen zijn erg tochtig. Aan de achterkant hebben we 5 jaar geleden nieuwe kozijnen geplaatst, maar aan de voorkant beschermd stadsgezicht, dus daar komt nog een aanvraag van de gemeente bij kijken en wat is daar mogelijk? Het verduurzamen van huizen, ja, dat kan worden gezien als een behoorlijke klus. En dan
zijn er ook nog eens heel veel meer aanbieders op de markt. Een beginpunt vinden kan daarom nogal lastig zijn. Het is eigenlijk altijd maatwerk in een oud huis. Maar eigenlijk is een eye-opener toch wel dat mensen eerst moeten meten. Met de warmtebeeldcamera eerst kijken naar hun huis. Waar lekt mij de warmte weg? En dan het belangrijkste is natuurlijk van het gas af of minder gas gebruiken. En minder gas gebruiken wil eigenlijk zeggen zorgen dat je in huis een lage temperatuurverwarming creëert. Ondanks dat je nog een bestaande cv-ketel hebt. Als jij een lage temperatuurverwarming in jouw huis aanlegt, gebruikt die bestaande cv-ketel ook minder gas om jouw huis te verwarmen. Dus je moet isoleren, anders kun je geen lage temperatuurverwarming in je huis aanleggen. En dan heb je ook meer mogelijkheden als straks het warmtenet voorbij komt of er zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van installatiewerk. Tijdens de avond worden allerlei goede ideeën voor de verduurzaming van je huis voorgeschoteld. Want waar het voornamelijk om gaat... Dat mensen zin krijgen om weer met hun huis aan de gang te gaan. En ook weten hoe ze het dan moeten doen. En ze komen eigenlijk hier voor antwoorden, maar ze moeten eigenlijk eerst de goede vragen stellen. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Leerlingen pedagogisch werk proeven aan het vak tijdens een beroepenmarkt op het ROC. In onze regio waren er de afgelopen 10 jaar minder woninginbraken. Ook in heel Nederland neemt het aantal woninginbraken af. 10 jaar terug, in 2012, was het aantal woninginbraken nog 91.600. In 2022 wisten inbrekers slechts 24.396 keer in te breken. Dat is een daling van 70%. In onze regio is de daling het sterkst in Overbetuwe. Daar waren vorig jaar 34 woninginbraken ten opzichte van 228 in 2012. En dat is een daling van maar liefst 85%. Naar aanleiding van de provinciale statenverkiezingen heeft verkenner Geert-Jan van Noord de provincie geadviseerd om een coalitie samen te stellen die bestaat uit BBB, VVD, CDA en nog één partij. Van Noord adviseert in ieder geval deze drie. De overige partijen moet nog gekozen worden en hiermee zijn de verkenners druk bezig. De verkenner die deze verkenning op haar neemt is oud-minister van Defensie Ank Bijleveld. Na 3 jaar pionieren als biertuin vestigt Stadsoase de Achtertuin definitief op het Nijma-terrein in Nijmegen en breidt het zich ook uit met 400 vierkante meter binnenruimte. Om dit te kunnen financieren is er een crowdfunding gestart. Binnen 3 weken is er al 150.000 euro opgehaald. Uiteindelijk hopen de ondernemers 3 ton op te halen om de verbouwing van het pand en de vernieuwing van de binnenruimte te financieren. Het ROC Nijmegen organiseerde woensdagochtend een beroepenmarkt voor de leerlingen pedagogisch werk. De ruim 200 eerstejaars kregen de kans om een kijkje te nemen bij verschillende organisaties om zo een beter beeld te krijgen van wat dit werk inhoudt. Nou, we zijn voor het eerst een beroepenmarkt aan het organiseren. We merken dat alle studenten van ons in het eerste jaar een profielkeuze moeten maken. En het lijkt ons heel mooi en waardevol als organisaties studenten kunnen helpen bij het maken van de keuze. De beroepenmarkt wordt georganiseerd voor de leerlingen. Deze werd geopend door een docent, waarna de leerlingen konden beginnen aan de beroepenmarkt. De beroepenmarkt ziet er als volgt uit. Er zijn 35 organisaties vandaag aanwezig en dat zijn ongeveer 15 organisaties uit de kinderopvangbranche en 15 organisaties uit het onderwijswerkveld. En vervolgens zijn er ook nog 5 organisaties uit de zorg of gespecialiseerde zorg, zodat studenten eigenlijk met alle organisaties in gesprek kunnen gaan om te kijken van welke keuze heb ik bij het maken van een profielkeuze en welke kant wil ik in de toekomst naartoe. Wat we merken is dat studenten het toch lastig vinden soms om een profielkeuze te maken. Ze lopen bij ons 1 jaar stage op eenzelfde plek. En deze beroepmarkt, onder andere de organisatie hiervan, zorgt ervoor dat ze in contact komen met een groter werkveld, een groter publiek. En daardoor hopelijk ook beter een keuze kunnen maken. Uiteindelijk draait vandaag alles om de studenten. Hoe ervaren zij dit evenement? Tot nu toe vind ik het wel leuk. Er is veel te zien, maar... Ik weet wel wat ik al wil gaan doen, dus op zich hoeft het voor mij niet. Ik vind het fijn dat we onze keuzes zo beter kunnen kiezen, zeg maar. Dus
dat we er meer over te weten krijgen. Ja, ik vind het op zich wel gewoon... Ja, oké. Okay. Ik heb er niet zoveel aan, maar ja, het is prima. Voor de leerlingen van pedagogisch werk was dit de eerste beroepenmarkt. Dit terwijl er andere opleidingen zijn waar al vaker van dit soort dagen zijn georganiseerd. Zeker, we gaan kijken of hoe dit wordt, natuurlijk wordt ervaren door de studenten. Ik denk wel dat het een stap is, een stukje samen opleiden, een belangrijk punt, dat dat steeds krachtiger neergezet wordt door de organisatie. En dat we elkaar steeds beter weten te vinden. Dus ik verwacht dat dit volgend jaar ook wel weer is. En dan kijken we weer even naar de sociale media. Ongewenst seksueel gedrag is niet oké, ook niet op straat, in de kroeg of bij de studentenvereniging. En daarom hangen er deze week overal posters op straat en in de Nijmeegse horeca. Daarover post gemeente Nijmegen op Facebook. Zie jij seksuele intimidatie? Help de ander dan en stel de vraag, ben je oké? Dinsdagavond vond in Beuningen voor de 12e keer een kindergemeenteraad plaats. 36 leerlingen uit groep 7 en 8 deden hieraan mee en stemden op verschillende ideeën. Het beste idee ontving een bedrag van €2500 om het uit te voeren. Het winnende idee was uiteindelijk de realisatie van bankjes voor ouderen. En Nijmegen Oost plaatst op Facebook een bericht over turnvereniging Sparta Nijmegen. Zij bestaan namelijk 125 jaar en vieren dit met een reunie en een open dag. Op zondag 16 april worden alle inwoners van Nijmegen uitgenodigd voor de grote Sparta's Fair. Een dag vol spelletjes, turnoefeningen en shows. Deze woensdag is de 16e editie van de Nijmeegse Ragweek van start gegaan. Dit is een jaarlijkse week waarin studenten zich inzetten voor het goede doel. De komende 8 dagen staan ook weer bol van allerlei activiteiten, zoals feestjes, cultuur en sport. Gisteravond in ons radioprogramma Het Studentenhuis vertelde voorzitter Jeroen den Rooijen alvast wat meer over de goede doelen van dit jaar. Hey, en ja. Bij de Ragweek hoort natuurlijk ook een heel programma. Ik heb net even op jullie website zitten kijken. Ik kom er bijna niet doorheen. Kun je ons even meenemen naar wat hoogtepunten uit het programma voor komende week? De hoogtepunten? Nou, de hoogtepunten. De komende 2 dagen hebben we 2 openingsmarkten. Dus als elk jaar komen we terug. Dan werken we met zoveel mogelijk verenigingen op de Radboud en op de Ham samen. Om heel veel gave kraampjes neer te zetten. In de grote pauze op de grote pleinen op de campussen. En daar komen dan verenigingen met hele leuke acties, ook vaak ludieke acties, om op die manier een mooi centje voor ons op te halen. Dat is dan dus morgen en overmorgen. En dan een ander heel groot ding wat we dit jaar weten hebben neer te zetten is dansgedrag. Dat vindt volgende week dinsdag plaats. En dat is in de samenwerking met heel veel verenigingen over de hele hand en over het Radboud heen. Dus op de Modestraat bij Van Buren. En dan komt zelfs Zanger Kafke optreden voor ons. Hey! Een hele gave avond te worden. Kijk. Hey, en ik zag dat jullie 2 hele mooie goede doelen hebben voor dit jaar. En dat is er 1 voor kinderen met een lichamelijke beperking. En 1 die even buiten Nederland gaat. Dat is namelijk voor alleenstaande vrouwen op het platteland in India, las ik. Kun je daar iets meer over vertellen? De eerste is die gehandicapte kinderen. Esther Vergeer Foundation heet het Nationaal Goed Doel. Zij zetten zich in om gehandicapte kinderen in de reguliere sportvereniging gewoon naar het sport te krijgen, dus aanhalingstekens. En dat doen ze door middel van een persoonlijk traject. Okay. En zo leren de kinderen, naast dat ze veel plezier hebben, ook gewoon op lange termijn integreren in de samenleving, wat het gewoon een heel mooi goed doel maakt. Ja. En het andere goede doel is Stichting Jolly Hall. Jolly Hall is ook een regio in India. Er zijn veel kansarme vrouwen en zij helpen daarbij de emancipatie. Momenteel zetten zij zich ook heel erg in om droogte tegen te gaan, zodat lokale bevolking landbouwbedrijven kan oprichten. Om zo een vast inkomen te krijgen, om zo structurele verandering aan te brengen. En daar is die droogtebestrijding voor nodig. Dus nu zijn ze 1 miljoen bomen ondergezet aan het planten daar. Ja. Maar hebben jullie nou stiekem een streefbedrag in gedachten voor komende week? Nou, ik moet eerlijk zijn, kijk, een streefbedrag is natuurlijk altijd wel zelfs gevaarlijk, maar je zoveel verschillende factoren hebt wat natuurlijk meewegen. Ja. En ik vind zelf natuurlijk dat we al super trots mogen zijn op wat we gaan neerzetten, wat we al hebben neergezet. En buiten dat we natuurlijk geld ophalen, is ook het stukje maatschappelijk bewustzijn echt een heel belangrijk deel wat we nu samenbrengen onder studenten.
En dat valt niet samen te vatten binnen één recordbedrag, vind ik dan. Vinden wij als Rachtweek ook. Ja, het was weer een wisselvallige dag vandaag. Echt koud was het niet, maar er viel van tijd tot tijd wel de nodige regen. Ook de zon hebben we vandaag maar weinig gezien. Morgen verandert dit gelukkig wel een beetje. Het grootste deel van de dag zal droog verlopen. En ook de zon zal zich geregeld laten zien. Er is een kans dat er her en der een klein buitje ontstaat. Maar veel zal dat gelukkig niet zijn. Het wordt morgen zo'n 12 graden. De dagen erna wordt het langzaam beter. De vrijdag zal nog soortgelijk verlopen. Maar in het weekend is er volop ruimte voor de zon. En zal het ook droog blijven. De temperatuur komt uit rond de 15 graden. En dit was het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je terecht op onze website rn7.nl. En alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. Nu op RN7 kun je kijken naar B&B en Gelderland. En wij zijn er morgen weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan!